Maar ondertussen ga ik overgaan naar de volgende spreker. Wij hebben gezegd in de inleiding bij dit webinar dat we naar die kwestie rond afstandsonderwijs zouden gaan kijken vanuit een cognitief-psychologisch perspectief. We hebben met professor Kirschner gesproken, we hebben een pedagogisch perspectief, we hebben dus met professor De Kuyper gesproken hierover, maar we wilden zeker ook dat juridisch perspectief meenemen. Dat juridisch perspectief zal mevrouw Timmermond voor haar rekening nemen. Evelien Timmermond is dokterassistent aan de faculteit Recht en Criminologie en zij is van de VUB en zij is ook verbonden als gastprofessor aan de Universiteit Gent. Zij is gespecialiseerd in sociaal recht en in arbeidsrecht en in haar proefschrift analyseerde zij de rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse gemeenschap. Voornamelijk vanuit dat laatste perspectief zal zij zich nu vandaag buigen over een aantal juridische vragen die te maken hebben met de integratie van afstandsonderwijs in de leerplicht. Mevrouw Timmermond, het woord is aan u. Dank u wel, mevrouw Cornelissen. Goedemiddag iedereen. Kan iemand een seintje geven om mij er even zeker van te stellen dat mijn slides goed gedeeld worden? Ja, dat is in orde. Oké, prima. Goed, dan kan ik beginnen. Sta mij voor eerst toe natuurlijk iedereen te bedanken voor zijn aanwezigheid hier op dit seminarium. Dat toont toch al dat u een engagement heeft. We zijn talrijk hier aanwezig, heb ik begrepen. Dat engagement dat u daarmee toont, dat waardeer ik ten zeerste om mee na te denken over toch wel een bijzonder relevant en actueel thema. Een thema dat velen onder ons een jaar geleden misschien als ja, futuristisch zouden beschouwd hebben. Maar kijk, we zitten hier nu een aantal maanden later en ja, digitaal onderwijs is haast niet meer weg te denken. Vooraleer ik verder wil gaan, wil ik natuurlijk ook de initiatiefnemers bedanken en in het bijzonder mevrouw Cornelissen voor de uitnodiging en de gelegenheid die mij ook wordt geboden om mijn bevindingen omtrent het digitaal onderwijs hier vandaag met u te delen vanuit een juridische invalshoek. En die juridische invalshoek, dat is misschien iets waar u niet meteen van wakker ligt en ik begrijp dat maar al te best, want ik hoor het u natuurlijk al denken, wie ligt er buiten de jurist onder ons, wie ligt er daar nu wakker voor? Van wie wordt er nu blij van regeltjes? Wel, ik hoop in mijn presentatie hier er u toch van te overtuigen dat het belangrijk is om een aantal fundamentele principes in acht te nemen vooraleer bepaalde beleidsinitiatieven worden genomen en geïmplementeerd in regelgeving. Dat is denk ik in ieders belang. Ik zal in mijn uiteenzetting dus blijven stilstaan bij een aantal juridische aspecten die van belang zijn bij digitaal onderwijs. Wat is het juridisch kader waarbinnen we dat digitaal onderwijs kunnen organiseren? Zijn er bepaalde struikelblokken of valkuilen? Is onze regelgeving, om het zo te zeggen, klaar voor die digisprong? Of zal de decreetgever, zoals ik het durf te noemen, het Olympisch record verspringen moeten verbreken om dit verhaal tot een goed einde te brengen? Nu, in dat uitzonderlijke Olympisch jaar waarin we ons bevinden, kan dat op korte termijn in ieder geval niet uitgesloten worden. Goed, we gaan van start. Vooraleer echt dieper in te gaan op dat juridisch kader, wil ik toch ook graag wat aandacht te verlenen aan de notie digitaal onderwijs. Want wat wordt daar nu mee bedoeld? Men blijft daar over het algemeen bijzonder vaag over. En ik heb daar uiteraard al een begrip voor, dat men eerst alle pistes wenst te onderzoeken, alvorens met concrete initiatieven wil komen. Dus ik waag mij hier aan een ja, zoals dat dan heet, een educated guess. En ik ga ervan uit dat men die blijvende digitalisering die men wenst door te voeren, dat die betrekking zal hebben op het introduceren van vormen van blended learning, waarbij we dan een mix van leermethoden en werkvormen in combinatie met afstandsonderwijs zullen gaan inzetten. En voor alle duidelijkheid, ik denk dat we het daar allemaal over het algemeen eens kunnen zijn. Het COVID-afstandsonderwijs, dat was een noodoplossing, zoals professor Kirschner al heeft gezegd. Dat was een oplossing waarin alle leerkrachten zich met hart en ziel hebben ingegooid. Die was er in tijden van crisis, dat was goed. Maar in het overgrote merendeel van de gevallen is dat nu niet meteen een schoolvoorbeeld, denk ik, van wat men met digitaal onderwijs wil
en zelfs kan bereiken. Dat mag reeds blijken uit de enorme leerachterstand die gerapporteerd wordt, maar ook de negatieve impact die het toch wel heeft gehad op het welzijn en de mentale gezondheid van zowel leerlingen, leerkrachten, directies, iedereen denk ik die bij het onderwijs betrokken was, om nu maar twee voorbeelden aan te halen. Tot slot, dit initiatief rond de digitalisering van het onderwijs, die initiatieven die op vandaag worden genomen in Vlaanderen, in het bijzonder met die fameuze nota rond de digisprong, die mag men natuurlijk ook niet loszien van andere initiatieven die op Europees en internationaal niveau genomen worden door bijvoorbeeld de Raad van Europa, maar ook door de Europese Commissie. Het is de Commissie die recent nog een Digital Education Action Plan heeft gelanceerd en voorgesteld dat kadert binnen een groter geheel van die fameuze Digital Transition. En we staan dus in Vlaanderen zeker niet als enige voor deze uitdaging. Goed, we gaan van start. Een eerste juridisch aspect dat opduikt en dat we toch niet uit het oog mogen verliezen in de discussie rond het digitaal onderwijs is natuurlijk het recht op onderwijs. Dat is een fundamenteel recht dat wordt gegarandeerd in verschillende internationale en nationale rechtsbronnen. Ik som er maar enkele op. Je hebt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die dat recht op onderwijs garandeert, maar ook het Internationaal Verdrag in zaken economische, sociale en culturele rechten, het ECOSOC-verdrag zoals dat wel eens wordt genoemd, het Kinderrechtenverdrag, het eerste protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en natuurlijk ook onze Belgische Grondwet. Dat recht op onderwijs, dat wordt overeenkomstig die bepalingen van dat ECOSOC-verdrag dat ik hier net heb aangehaald, onderverdeeld in vier componenten. Je hebt enerzijds de availability, de accessibility, de adaptability en de acceptability. Hieruit, uit die vier principes, kunnen onder andere worden afgeleid dat het recht op onderwijs vooreerst betrekking heeft op de toegang tot het onderwijs. Die toegang dient gegarandeerd te worden voor elk kind. Maar het is meer dan dat. Het houdt ook in dat er een toegang moet worden verleend tot kwaliteitsvol onderwijs en een toegang tot kosteloos onderwijs. Belangrijk daarbij ook te noteren is natuurlijk dat fundamentele rechten die bestaan, die zijn er, dat recht op onderwijs bestaat, maar die laten ook in vele gevallen een ruime beleidsmarge aan de lidstaten om die rechten nader in te vullen in de nationale regelgeving. Niettemin moet toch ook worden onderstreept dat dat recht op onderwijs dat een heel belangrijk recht is. Dat wordt aanzien en beschouwd als een soort van multiplier. In die zin dat het andere mensenrechten gaat gaan faciliteren, zo neemt men aan. Zoals ik hiervoor heb gesteld, dat recht op onderwijs is een fundamenteel recht, maar er is dus ook een ruime beleidsruimte voor de overheid om dat recht in de regelgeving te gaan omzetten. Nu, bij het implementeren van digitaal onderwijs zal men bijzondere aandacht moeten hebben voor een aantal componenten van dat recht op onderwijs. Onze tijd samen is beperkt, dus het laat mij niet om alle aspecten daarvan toe te leggen, maar ik geef er hierna toch graag een aantal mee. Ik denk bijvoorbeeld aan de impact van het digitaal onderwijs op de toegang tot het onderwijs. En belangrijk, zal die toegang voor elke leerling op gelijke wijze kunnen worden gerealiseerd? Er zullen heel wat inspanningen nodig zijn om alle extra drempels die vele leerlingen gedurende de voorbije perioden hebben ervaren, om die weg te werken. Uit onderzoek is meer dan eens gebleken dat Vlaanderen net een van de regio's is waar de sociale context van opgroeiende kinderen in grote mate de schoolprestaties beïnvloeden. En dan jammer genoeg niet meteen op een positieve wijze. De vrees is denk ik dan ook niet onterecht, mede gelet op de ervaringen van de voorbije periode, dat het digitaal onderwijs deze trend nog zal versterken. Men zal bijgevolg alles in het werk moeten stellen om te vermijden dat digitaal onderwijs die sociale ongelijkheid nog zal vergroten. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om veel meer dan onderwijs alleen. Dus ook vanuit andere beleidsdomeinen zullen er initiatieven moeten genomen worden, denk ik. Denk aan internetconnectiviteit, digitale geletterdheid van de ouders en ga zo maar door.
Bovendien kan dat aanwenden van digitaal onderwijs ook bijkomende moeilijkheden creëren, niet onbelangrijk, voor kinderen die op vandaag bijzondere noden hebben. En dus ook voor hun maken dat het onderwijs minder inclusief wordt. Dat is een eerste aandachtspunt. Daarmee samenhangend kan dat digitaal onderwijs uiteraard ook geen afbreuk doen aan de kosteloosheid van het onderwijs. Dat intentie bestaat om de nodige hardware te voorzien voor alle studenten. Dat kan enkel worden toegejuicht, maar de stemmen rond waarborgregelingen die men dan wenst uit te schrijven en voor alle duidelijkheid, waarvoor ik in zekere zin ook wel begrip toon, dat vormt voor de meest kansarme gezinnen dan weer een moeilijk te nemen horde, denk ik. En bovendien, er is meer nodig dan een computer alleen om digitaal onderwijs tot een succes te maken. Ik sprak al daarnet over die internetverbinding, liefst een stabiele internetverbinding, maar dan ook bijvoorbeeld een rustige ruimte om te studeren. Dat is ook iets wat niet altijd evident blijkt te zijn. Verder moet ook aandacht worden besteed aan de impact van dat digitaal onderwijs op de leerplicht. Nu heel kort daarover, wat zal men bijvoorbeeld doen wanneer leerlingen stevast afhaken omdat het moeilijk is in hun thuissituatie om dat digitaal onderwijs tot een goed einde te brengen. En welke impact zal dat bijvoorbeeld hebben op de schooltoeslag van de ouders? En dan nog een laatste element om af te sluiten met dit luikje, dat ik graag wil aanhalen. Dat is het organiseren van een kwaliteitsvol onderwijs, dat ook een aspect vormt van het recht op onderwijs. Dat moet steeds het vertrekpunt zijn voor mij, dat kwaliteitsvol onderwijs garanderen. Digitaal onderwijs, dat kan een onderdeel zijn om dat kwaliteitsvol onderwijs te gaan realiseren. Maar we moeten dan natuurlijk wel voldoende zekerheid hebben dat die nieuwe methodes, dat die ook een positieve impact zullen hebben. En ik heb van de vorige sprekers toch al vernomen dat dat niet zo zeer vaststaat op vandaag. Naast het recht op onderwijs wil ik ook nog een ander belangrijk en ook grondwettelijk verankerd beginsel onder de aandacht brengen. De vrijheid van onderwijs. Dat is een vrijheid die mee aan de basis ligt van het ontstaan van België en die ook sinds 1831 in onze grondwet is verankerd. De vrijheid van onderwijs, wat omvat dat nu? Wel, die zogenaamde actieve en passieve onderwijsvrijheid. Die eerste component, die actieve vrijheid, die heeft betrekking op de vrijheid om scholen op te richten, in te richten en de richting ervan te bepalen. De passieve component die waarborgt de mogelijkheid voor ouders en leerlingen om een onderwijsinstelling te kiezen die aansluit bij hun pedagogische visie of hun levensbeschouwelijke visie. En er rust ook op de overheid een verplichting om die keuzevrijheid van ouders om die te gaan garanderen. Verder heeft het Grondwettelijk Hof al in meerdere arresten geoordeeld dat die onderwijsvrijheid dat die ook een recht op subsidiëring inhoudt. Het Hof oordeelt dat die onderwijsvrijheid anders wel erg theoretisch zou worden. En het Hof verbindt aan dat recht op subsidiëring trouwens niet alleen aan die actieve onderwijsvrijheid die ik hier net heb belicht en die dus betrekking heeft op de mogelijkheid om onderwijsinstellingen op te richten, maar ook heel uitdrukkelijk aan die passieve onderwijsvrijheid en dus met name de garantie op keuzevrijheid voor ouders. Er is natuurlijk ook een keerzijde aan die medaille van subsidiëring, hè? Want de overheid kan en mag, neemt men aan, natuurlijk ook voorwaarden koppelen aan de toekenning van subsidies. Hoe ver die voorwaarden dan weer kunnen gaan, dat is een andere vraag. Het is nu nog momenteel koffiedik kijken, zou je kunnen stellen, hoe men dat digitaal onderwijs effectief wil gaan implementeren. Maar uit hetgeen ik heb begrepen, speelt men toch met de idee bijvoorbeeld om dat afstandsonderwijs in te voeren vanaf het vijfde middelbaar en dat verplicht te maken. In zoverre men dat digitaal onderwijs dus ik kan het niet anders noemen als wil gaan opdringen, rijst de vraag in hoeverre dat altijd kan worden ingepast binnen het pedagogisch project dat men als inrichtende macht wenst uit te tekenen. En wat dan gezegd over de pedagogische vrijheid van de leerkracht
binnen dit kader. Die pedagogische autonomie wordt nochtans ook als een van de basisvoorwaarden van vrijheid van onderwijs beschouwd. Het is natuurlijk geen nieuwe discussie hè, die ik hier aankaart, want velen onder u zullen inmiddels natuurlijk ook de link hebben gelegd met de problematiek rond de eindtermen die nu weer hoog opspeelt. En het is inderdaad zo dat, ja, dat steeds meer ingrijpende overheidsinmenging die vrijheid van onderwijs in het gedrang kan brengen. Of er dan daadwerkelijk sprake is van een onrechtmatige beperking van die vrijheid van onderwijs, dat is een oordeel dat het grondwettelijk hof zal vellen. Maar wanneer het Hof oordeelt dat er inderdaad een voldoende ruimte is voor de eigen levensbeschouwelijke, pedagogische opvattingen van de inrichtende macht, dan zal het Hof die betrokken bepalingen ook kunnen vernietigen. Verder kan ik er ook op wijzen dat die digitale omschakeling, dat die natuurlijk recurrente middelen zullen vergen. En dus niet een eenmalige financiële incentive, maar een blijvende financiering. Elk jaar zal er een nieuwe lichting leerlingen en leerkrachten moeten voorzien worden van een laptop. Het is een illusie trouwens, denk ik, om te denken dat een laptop die men in het vijfde leerjaar aan een student zal meegeven, dat die zal uithouden, om het zo te zeggen, tot het einde van het leerplichtonderwijs. Bovendien zal ook software moeten ontwikkeld worden. Het is hier al een aantal keer aangehaald vandaag. Vaak zijn dat vandaag commerciële partners die daarvoor worden aangesproken. Is dat een weg die men wil blijven bewandelen? Ook dat vraagt middelen. Op vandaag kunnen die licenties ook niet worden aangekocht, maar enkel worden gehuurd, zo ik heb begrepen. Nu, wat er ook van zij, indien men denk ik volop wil inzetten om dat digitaal onderwijs, zal dat dus een blijvende financiële inspanning vergen die ook in de begroting mee moet worden in rekening gebracht. Voortbouwend op die twee vorige punten wil ik nog een aantal specifieke aandachtspunten aanstippen. Voor eerst wat de aandacht betreft voor het recht op privacy en de regelgeving omtrent de gegevensbescherming. Ik heb het hiervoor al aangehaald, de huidige software die wordt vaak ontwikkeld door commerciële spelers die niet zelden die data die ze verzamelen zullen delen met andere commerciële spelers. Vaak zijn de algemene voorwaarden die worden opgesteld rond het gebruik van persoonsgegevens moeilijk te begrijpen en te doorgronden. Dat is iets waar men aandacht zal moeten aan schenken. Daarbij aansluitend de problematiek van de cybersecurity. Ook daar moet op worden ingezet om te vermijden dat persoonlijke gegevens zomaar in handen kunnen komen van hackers bijvoorbeeld. Het creëren van zo'n digitale, veilige omgeving is dus ook heel belangrijk. Dat is dan weer voornamelijk een federale bevoegdheid. Daarnet door professor De Kuyperen werd de term ook al even aangehaald, de fameuze learning analytics. Daar wordt veel van verwacht. Nu, het gevaar dat dat oplevert voor profilering daargelaten, wil ik toch ook wijzen op het feit dat men bij deze techniek ook gebruik maakt van algoritmes. En het voor leerkrachten vaak een hele klus zal zijn om die algoritmes, om die te gaan achterhalen, te gaan analyseren. En ook hier weer, private spelers zullen niet meteen geneigd zijn om die algoritmes te delen en zomaar openbaar te maken, aangezien ze op die manier ook hun marktpositie in het gedrang kunnen brengen. Bovendien, het is ook heel moeilijk voor studenten, blijkbaar met die techniek, om die studenten een zogenaamde nieuwe kans te geven. Het gebruik van die technieken, met andere woorden, om het nu heel scherp te stellen, zou het wel eens gepaard kunnen gaan met nieuwe vormen van ongelijke behandeling. Zonder daar verder te willen op ingaan of te veel aan tijd te willen wijden, moet ook meer, denk ik, en beter aandacht besteed worden aan de bescherming van auteursrechten wanneer men wil inzetten op digitaal onderwijs. Verder, bij het uitrollen van digitaal onderwijs moet ook aandacht geschonken worden aan het welzijn van zowel leerlingen als leerkrachten. En in het bijzonder de rol van cyberpesten. Want voor zover men pestgedrag op vandaag als heel terecht als een heel sterke invloed zal hebben op het welzijn van studenten, is cyberpesten nog veel indringender. In die zin dat dat niet stopt na het einde van de schooltijd. Dat blijft 24/7 mogelijk. Dus
ook daar denk ik dat men heel goed moet over waken. Dan kom ik bij het volgende aspect. Ik zou zeggen het laatste aspect, maar last but not least, de positie van de leerkracht. Nu, los van de invulling die aan het digitaal onderwijs zal worden gegeven, het mag duidelijk zijn dat dit een impact zal hebben op de functieinhoud en de verwachtingen die ten aanzien van het lerarenkorps en in de meest brede betekenis van het woord dan wordt gesteld. De opdracht van het onderwijspersoneel zal aangepast worden. Bestaande functies, zoals bijvoorbeeld de ICT-coördinator, die verdienen denk ik dan ook een beter uitgewerkt statuut. En ongetwijfeld zullen er ook nieuwe functies moeten gecreëerd worden. Denk bijvoorbeeld maar aan grafische vormgeving die binnen dat digitaal onderwijs een belangrijke rol zal gaan spelen, kan ik mij inbeelden. Men mag daarbij toch ook niet uit het oog verliezen dat de skills die men verwacht van die nieuwe profielen en van zo'n ICT-coördinator bijvoorbeeld, dat daarbij horende technische profielen, dat die op vandaag reeds bijzonder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Verder juich ik het natuurlijk toe dat men ook eindelijk aandacht schenkt in die nota rond de digisprong aan het ter beschikking stellen van pc's aan leerkrachten. In de rechtspositiedecreten is nu al opgenomen dat dat aan de inrichtende macht toekomt, de nodige middelen aan het personeel ter beschikking te stellen die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Maar op vandaag blijkt ook in vele situaties het zo te zijn dat leerkrachten, dat daarvan verwacht wordt dat ze hun eigen pc inzetten. Het gaat natuurlijk ook weer veel verder dan een laptop. Denk ook aan ergonomie. Denk ook aan de nodige vorming die zal nodig zijn. Dat mag ook niet achterop blijven. Er zal ook met de nodige aandacht moeten worden besteed aan beleid omtrent het ter beschikking gestelde materiaal. Mag die pc bijvoorbeeld aangewend worden voor privédoeleinden? Antwoord op die vraag zal daarom meer een impact hebben op de fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke behandeling van dat voordeel. Verder, wat met tijdelijke leerkrachten? Wat met de THBD'ers, de THDD'ers? Zullen ook zij aanspraak kunnen maken op een pc? Moet er nagedacht worden over een financiële tussenkomst in kosten van internetconnectie bijvoorbeeld? En ruimer dan, er moet denk ik ook nagedacht worden en werk worden gemaakt van een kader rond telewerk, thuiswerk, hoe we het ook wil noemen, en daarbij genomen ook het recht op deconnectie. Er moeten afspraken gemaakt worden rond de bereikbaarheid van leerkrachten in heel dat digitale verhaal. Dat zijn denk ik ook niet te miskennen aspecten in het kader van het welzijnsbeleid hieromtrent. Tot slot, en dan sluit ik af, merk ik graag op dat men uiteraard ook oog moet hebben voor de haalbaarheid van die digitale omwenteling. Van leerkrachten, directies, iedereen die in het onderwijs betrokken is, wordt nu al vaak verwacht dat het creatieve duizendpoten zijn. En men gaat daar in vele gevallen heel goed mee om. Ik kan moeilijk inschatten in hoeverre het haalbaar is om die nieuwe onderwijsvormen die nu op ons afkomen, om die er ook nog eens bij te nemen, zich om te scholen. Daar moet ook aandacht aan besteed worden. En dan om af te sluiten. Digitalisering is denk ik een maatschappelijke realiteit die ook in het onderwijs aandacht verdient, of dat nu gelijk staat met het organiseren van verplicht deeltijds afstandsonderwijs, is volgens mij nog een andere discussie. Wat op vandaag vaststaat, is dat er heel wat juridische aspecten van het digitaal onderwijs zijn die mee moeten in ogenschouw genomen worden. Ik heb in mijn presentatie maar een aantal van die mogelijke knelpunten aangereikt. Ik laat het daarbij ook in het midden of die allemaal in een dwingend decretaal kader moeten worden gegoten. Voor alle duidelijkheid, voor heel wat aspecten lijkt dat volgens mij niet nodig. En kan er bijvoorbeeld ook volop worden ingezet op het sociaal overleg op niveau van de onderwijsinstelling die een belangrijke rol kan opnemen om afspraken in dat kader vast te leggen. Er is in ieder geval, denk ik, nog een hele weg te gaan. Bovendien lijken heel wat digitale leermiddelen en platformen duidelijk op vandaag nog niet toe aan een algemene uitrol. Dat mag reeds blijken uit de moeilijkheden die nu gedurende deze afkoelingsweek her en der opduiken.
Verder, ja, die positieve effecten die via blended digitale onderwijs kunnen worden bereikt, die worden sterk afhankelijk gesteld van een aantal factoren. De soort opleiding, de leerlingenpopulatie, de middelen die men daarvoor kan inzetten. Ik denk dat verder onderzoek zich ook op dat punt opdringt. En wie bovendien denkt, want die stemmen gingen ook wel eens op, dat die nieuwe methodes een oplossing zouden bieden voor het lerarentekort, die neemt, denk ik, dat is mijn persoonlijke mening, het digitaal onderwijs als een katalysator voor de onderwijskwaliteit niet au sérieux. En tot slot wens ik nog te onderstrepen dat dat digitaal onderwijs geen doel op zich mag zijn. Ik ben een absolute voorstander van het aanwenden van nieuwe technologieën waar het ons kan helpen. Bijvoorbeeld voor het faciliteren van de toegang tot het onderwijs voor leerlingen met bijzondere noden en behoeften. Maar het gebruik maken van digitale technologie in het onderwijs en kinderen digitaal geletterd maken, hoeven wat mij betreft niet onlosmakelijk verbonden te zijn met het organiseren van verplicht afstandsonderwijs. Maar dat is voor alle duidelijkheid mijn persoonlijke opinie. In ieder geval, los van de vraag of u het al dan niet eens bent met mijn stelling, vooraleer men dergelijke beslissingen, zwaarwichtige beslissingen durf ik ze toch noemen, neemt, mag minstens worden verwacht dat men de verschillende stakeholders die in dit debat een belangrijke rol hebben te vervullen, dat men die bij dat vraagstuk betrekt en dat de parlementaire democratie ook zijn werk kan doen. Dat laatste is niet onbelangrijk aspect, maar in de voorbije periode is dat wel eens op de achtergrond verdwenen. Ik blijf niettemin, hoewel dat in deze tijden natuurlijk niet altijd makkelijk is, optimistisch ook naar de toekomst kijken. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat van zodra deze periode achter de rug is, men het niet zal nalaten om die initiatieven te nemen en daar volop op in te zetten. Zo, ik dank u voor uw aandacht en ik luister graag naar de vragen. Dankjewel, Evelien, want die vragen die zijn ondertussen goed aan het binnenstromen. Ik ga beginnen met een vraag die te maken heeft met het financiële plaatje vanuit perspectief van leraren. Ik ga ze voorlezen aan u. U zegt dat het financiële voor leerlingen en ouders een probleem kan zijn, maar hoe zit het voor de leerkrachten? Die kunnen het ook financieel moeilijk hebben. Kan de directie nu in deze tijd aan hen verplichten of eisen om een pc, een laptop, nodige programma's enzovoort aan te kopen en te gebruiken in de klas? Want de school voorziet daar niet in. Ja. Een terechte vraag, meen ik. En zoals ik het heb aangehaald in de rechtspositiedecreten, is ook vandaag voorzien dat de onderwijsinstellingen, de inrichtende machten, dat die de nodige middelen ter beschikking moeten stellen aan de leraren, aan het onderwijspersoneel, om hun opdracht uit te voeren. En als nu blijkt dat een deel van die opdracht moet uitgevoerd worden online, dan lijkt het mij inderdaad dat u zich daarop kan beroepen om dan ook een inspanning te vragen van de inrichtende macht om u die middelen ter beschikking te stellen. Maar ik weet inderdaad dat ook vandaag die praktijk bestaat en dat wordt verwacht dat er ja, privémiddelen worden ingezet, de eigen laptop en ga zo maar door om te voorzien in dat afstandsonderwijs. Oké, dankjewel. U sprak ook over het feit dat er toch wel moet voorzien worden in een afsprakenkader rond thuiswerk. Nu, heel wat leraren vragen zich natuurlijk af, zij werken op vandaag nog los van coronacrisis of afstandsonderwijs ook wel heel vaak thuis. Dus op welke manier, in welke richting denkt u dan of hoe ziet u dat? Ja, nu, inderdaad, los van de hele COVID-situatie was het inderdaad zo dat heel wat leerkrachten hun taken ook al thuis vervulden. Geen enkel bezwaar daarover, maar indien men dat nog meer wil gaan versterken, dan denk ik dat een kader daaromtrent toch wel nodig is. Niet in het minst rond die mogelijkheid op deconnectie, dat recht op deconnectie, om de verwachtingen ook langs beide kanten duidelijk te stellen. Niet alleen ten aanzien van de directie, maar ook ten aanzien van de leerlingen. Dus als men dat gebruik, dat thuiswerk, nog meer wil gaan
intensifieren, dan denk ik dat het nodig is om daarop in te zetten en daarom afspraken te maken op het niveau van de onderwijsinstelling. Ja, dank u wel. Er is hier ook een deelnemer die vraagt, wat is jouw visie in zaken het verplichten van leerkrachten om tijdens het afstandsonderwijs hun camera aan te zetten? Ja, dat is ook een heel terechte en goede vraag. Verplichten, je kan in dat kader denk ik moeilijk iemand verplichten. Dat is hetzelfde met de leerlingen, hè. Dat is ook heel moeilijk om die te verplichten om hun camera aan te zetten. Te meer omdat je een soort van inkijk krijgt natuurlijk in de kamer bijvoorbeeld, waarbinnen die persoon zich bevindt. Hetzelfde geldt voor leerlingen, zoals ik al aanhield. Dat kader is er op vandaag niet. Die mogelijkheid om dat af te dwingen is er niet. Ik voel mij daar zelf persoonlijk ook altijd heel ongemakkelijk bij om studenten daartoe te dwingen. En ik denk dat hetzelfde geldt voor leerkrachten. Als men zich daar in een bepaalde situatie niet comfortabel bij voelt, dan denk ik dat er niemand kan gedwongen worden in dat kader om die camera aan te zetten. Om nu een heel concreet voorbeeld te geven. Ik heb in mijn eigen leservaring wel eens meegemaakt dat de camera's worden aangezet. En u kijkt dan een inkijk bijvoorbeeld op de slaapkamer van een student. Allee, dan dring je echt binnen in die privacy van die student. En ik voel mij daar zelf ook niet comfortabel bij. Oké, dankjewel. Ik zie dat wij ondertussen op schema zitten, maar dat ook de pauze stilaan moet aangekondigd worden.